Ja, Jurgen, het is denk ik een aardige week geweest voor jullie. Ja, we hebben eindelijk weer gewonnen. Dus ja, het duurde lang en we zaten er wel op te wachten. En we wisten dat we het konden, alleen we lieten het niet zien. En dan is het tegen Sparta wel extra lekker. Ja, want winnen is leuk, maar winnen van Sparta telt hier helemaal. Ja, vooral voor de supporters. En na de wedstrijd en de dagen daarna, dan hoor je het ook ooit nog. Dus ja, dat... Ja, je wint wat extra krediet en je verliest 6 keer. Oh, en ik denk dat we daarom tegen Sparta wel extra nodig hadden om te winnen. Ja. Je zegt dat leeft vooral bij de supporters. Spelers die hebben misschien dat gevoel wat minder. Hè? Zeker ook omdat ze in een wat hogere frequentie komen en vertrekken. Jij hebt er wel al wat meer van die derbies meegemaakt. Beleef je dat dan nog op een soort van speciale manier als jongen van de club? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het is... Speciaal op een manier van, het brengt geen extra druk en het is niet dat ik voor deze wedstrijd opeens extra gemotiveerd ben of wat dan ook. Maar ik heb natuurlijk een tijd bij Sparta gespeeld en ik zit nu een tijd bij Excelsior, dus het is wel leuk om iedereen weer te zien. Ja. De trainer had het ook over goodwill terugwinnen, hè, wat jullie konden doen met die overwinning, want ja, het was natuurlijk een heel teleurstellende reeks. Nou ja, je verliest natuurlijk 7 keer achter elkaar en als dan Sparta komt dan... Ik denk dat de trainer het goed heeft gezegd, dan kan je nou alles in 1 keer terugwinnen. En ja, gelukkig hebben we dat gedaan en dan het lijkt alsof ze dan gelijk vergeten dat je 7 keer hebt verloren. En ja, dat is wel het wel nodig. Ja. Wie vergeet dat dan? De supporters. Ja, ja. Welke les kunnen jullie in dat opzicht uit die wedstrijd van Sparta trekken? Je had natuurlijk die reeks waarin het een aantal keer achter elkaar misging. Tegen Sparta lukt het dan wel. Wat maakt dan het verschil? Nou, ik denk dat de ballen die gaan er nu wel in. Plus, ik wil niet zeggen dat we meer streden. Alleen ik denk dat we wat simpeler waren. En ja, soms ging er maar een bal over de zijlijn. Of maakten we er maar een overtreding op het middenveld. Het was nodig. En we hebben alles gedaan om de wedstrijd te winnen. En daarvoor zat het deels niet mee. En lukte het gewoon niet. En ja, nu viel het wel helemaal goed. Is de sfeer in de kleedkamer dan in deze week ook gelijk een stuk anders? Nou ja, als je wint, dan is het natuurlijk wel anders. We waren altijd wel positief. We hebben een goede reeks neergezet, dus we wisten dat we het konden. Alleen, ja, we waren het even kwijt. En ja, dan is het wel, als je wint, dan is het altijd wel anders dan als je altijd aan het verliezen bent. Het is al met al een bijzonder spannend seizoen ook, als je kijkt naar de ranglijst. Het gat naar nummer 8 Vitesse is 3 punten. Hetzelfde geldt voor het gat naar nummer laatste Roda, ook maar 3 punten. Ja. Dus het staat wel bijzonder dicht bij elkaar allemaal. Ja, voor iedereen is het leuk, maar we hadden wat liever wat meer punten afstand genomen. Ja, naar boven kijken is leuk, maar ik weet niet of Excelsior dat moet doen. Ja, we hebben het aan onszelf te danken dat het gat maar 3 punten is. En het is aan ons om in ieder geval afstand te nemen van de onderste clubs. Een eerste stap kan dan worden gezet tegen Vitesse. Hoe kijk jij naar die tegenstander? Nou ja, Vitesse is altijd lastig, vooral als je daar uitspeelt. Maar ja, het moet kunnen. Ik denk als wij hetzelfde op de mat leggen als tegen Sparta, dat je gewoon kans maakt om resultaat te halen daar. Voor het seizoen geloof ik niet zo'n slecht resultaat daar, toch? Nee, ja, ik heb er vanuit bed gekeken toen, omdat ik nog niet mocht lopen. Maar ja, dat was geen slecht resultaat inderdaad.